Ja, dat is mooi. Dat heb ik een camera hier. Ja, hij is mooi. Hij is heel mooi. Ja, hij is heel mooi. Ah, ja, maar hij waait al. Ja, hij komt hier gewoon overheen. Ja. Ja, dat is de tweede lijn dan. Ja, wat? Is dit, hè? Als hier geen regen zit, dan wacht ik gewoon die af. Ja. Ik weet niet of Vichet nog live is, maar... Ja, dat weet ik ook niet. Ja, dat mag ik sowieso. Ja, even doen. Hebben we al mensen? Ja, wij staan bij band in de Noordoostpolder, Flevoland. Wieshard was net ook al even live vanuit Friesland. Met zicht op, denk ik, dezelfde bui. En we zien hier een prachtig mooi lijntje. Ik zal hem ietsje naar rechts draaien, want ik denk dat dat interessant is eigenlijk. Kijk daar. Zie je die? Nou, weet niet, hij is helemaal wel mooi. Als ja, maar dan, kijk daaronder. Kijk. Oh, ja. Ja, ja, ja. Je ook te waaien? Ja. Klits. Dan gaan we op de trigger reageren. Ja, het zuiden van Flevoland heeft het net goed te pakken gehad. Er was, zat hagel bij. Dezelfde bui is ook richting Amsterdam getrokken. Een deel is over Noord-Holland getrokken. Richting Den Helder. En een ander deel zien we hier. Snel schakelen. Ja. Losse regen en onweer. Oké, Tanja, dankjewel. Ja, nee, losse is wel... Niet losse ja, regen en onweer. Losse. Los, losse regen. Ja, klinkt heel leuk. Ja, dan zou je echt een pak regen. Ja, je zegt losse. Ja, je zegt... Zegt ze losse of losser? Losser. Ja, ik pak gewoon jij spreekt de klemtoon. Klopt, Cor. Ja, klopt ook inderdaad. Wieshard is die andere collega van ons, medische. Ja, kijk naar boven. Ja. Die gaat links en die gaat naar boven. We hebben een meeting, zie je dat? Ja, maar dit zijn meeting. Twee verschillende lijnen in, twee verschillende luchtlagen, ja, of niet? Nou, nee. Dat is gewoon in de truimhoog zelf, die draait gewoon een beetje hierin. De linkerlijn. Het zijn geen twee verschillende luchtlagen. Lijkt wel wat. Ja, maar dat hij hier dit doet. Ja, maar kijk er linksonder, dan lijkt hij toch wel een. Ik ga de camera even draaien. Ja. Het lijkt alsof hij links een beetje aan het roteren is. Maar goed, dat is niet een. Dit is niet een bui die dat kan maken. Nee, nee. Maar boven, als je boven ziet, dat kun je ook zien. Ja. Dat gaat ook tegen elkaar in, terwijl het dezelfde hoogte is. Ja. Ja wel, ik dacht dat hij erachter nog, dat hij... Nou, hij zet er misschien iets voor, maar... Het is wel... Het waait in ieder geval alle kanten op. Daar zit er ook een laag onder. Ja, dat is mooi. Er zit een laag onder en een laag erboven en dat gaat lekker tegen elkaar. En je hoort hem in de verte. We hebben in de titel gezet waar we staan, mensen. Een stuk donkerder ook ineens. Ja. Zo. Ja. Hoor de wind bij door de bomen. Ja, je lekker verkoelen. Nee, ik zou die maar nemen. Dat schaap? Oh. Nee, dat bushokje. Ja. Dan kunnen we gewoon de vracht... Ja, je zit open aan alle kanten. Je kunt toch meenemen overal naartoe? Een bushokje op aanhangen. Ja, die stapt los. En hoe je een goede betonnen voet hebben, anders waait die allemaal weg. Geef niet joh, even kijken. Er zit een bankje in. We nemen die trekker mee, gaan we die trekker chasen. Trekker! Nee, wel even een Wel en Ko. Wie is Ko? Oh. Ja, dat zullen wij zijn. Wij zijn Ko. Wij zijn Ko vandaag. Dat is wel een buurvrouw. Ja. Ja, jij bent Wel en wij zijn Ko. Dan gaan we ook een beetje apart staan zo. Ja. Want er moet nog een N-teken tussen kunnen. Ja. Zo, die zat in zijn auto. En die
kijk zo blij dat net als in deze stijbaan. Sniffelde. Die zit op de versnellingsbak. Ja. Ja, we zijn blij. Kijk, net zo. Stijve nek dan, hè? Ja. Nou, dat is gezond. Ja. Als hij denkt aan Wieke, rechterhand, linkerhand. Doordat hij gepind zit, kunnen we niet alles zien. Oh, heel uitzicht. Kun je pinnen dan? Gezondheid! Hier komt de groep. Hier komt de rest aan. Ja, dan kijk je anders. Ja, er zit een hoek. We gaan het iets naar rechts draaien. Een beetje variatie, hè? Ja. Oh! Dan de bulder verderop. Ja. Ja, daarachter zie je hem. Plop, plop. Oh, van mij. Ik heb me vergissen. Volgens mij zag ik daar een. Die schapen nog erg rustig. Maar ik voel het niet wel dat er wat komt. De moeder. Ja, bij sommige mensen voelen schapen ook niet. Ja. Waar ze mee nemen? Als het heel mooi weer is, snap wat dat betreft. Bah. Bah, jongen. Nou, dan komen steeds. Dat kerkje, ja, flits. Ja, ik zag het. Helemaal ook? Dat kerkje is wel een hele mooie. Ja, als je daarop inslaat. Nou ja, dat is dan weer snel. Kerkje zit hij? Ja, ik... Nee, links, hier boven die bomen. Ja, ik sta redelijk breed, dus ja. Maar het is echt zichtbaar, hè? Ja, CC. Maar boven de bomen, links. Boven de bomen. Ja, daar zat hij. Ja. Ik denk dat Wiesja inderdaad wel een meer de kop heeft. Wiesja. Dat hij ook iets verder staat. Ja. Ja, die heeft er een kop voor. Die heeft een kop ervoor. Ik kan mijn ISO maar omhoog gooien, maar. Oh, nog meer gasten. Ja, kijk. Dan rommel de bommel de bommel. Ja, dat zit op 16. Ik heb mijn telefoon erbij gepakt. Kijk, op F16 is leuk. Alleen volgens mij heb ik wat vlek op mijn sensor zitten en die komen dan met een. Ja. Die komen dan wat zichtbaar. Hè? Met het achter zo zie je dat niet. Ja, hopen dat hij zo. Welke richting? Ik denk... Wij kijken noord nu. Huh? We hebben daar links kijken. En daar loopt de A6. Ik denk dat wij noord kijken. Nee, we kijken nu west, sorry. Ja, misschien trekt hij ook wel langs, nee. Hoor. Nee, dat is west. Gaan we nu kijken. Ik heb weer van. Zo. Is dat onweer? Dat is ongeveer west. Ja, horen jullie de donder ook? Ja, Marijke, ja. Ja, Marijke, die kennen we nog wel van vroeger op. Die zit vroeger ook bij het kortje van Onwarense. Oké. Okay. Die volgt ook al heel lang onweer. Ja, bij Enschede inderdaad. Ja. Hier nog wat losse prelaria wat eromheen nog staat. Ja. Maar, ja. Maar als die noord trekt, dan zou die een beetje langs ons heen trekken. Ja. Hey, en dan is daar een leuk stukje weer om te kijken. Ja. Dus dat zou heel mooi zijn. Er staat een soort industriegebiedje hier. We zijn zo afgeslagen, want we zagen deze voorkant en denk hup. En dan hebben we het zicht en hij lijkt deze kant op te komen, maar... Links kun je volgens mij, ja, hij zit een beetje, ja, rechts voor, Rams Zuid zo. Maar ja, als die aan de rechterkant langs zou trekken, dan ik wel denk dat we wel regen krijgen. Als hij een beetje rechts, dan kunnen we hem daar nog misschien wel even pakken, waar Mous nou staat.
50 meter verderop. Oh ja, daar dat weggetje mag dat niet. Ja, als je daar langs trekt, dan heb je ook een mooi vrij zicht. Ja, daarom. Ja, dat weggetje. Het staat wel verboden voor in te rijden. Maar. Zo, Maus. Wat? Nou, je steekt zo over. Wie steekt over? Maus is gevaarlijk aan het doen. Ja, die ging zo voor die auto aan. Wat is een oranje vlagje? Hij moet zo even... Ja, maar ik denk wel dat we nog een stukje regen ervan pakken. Dat sneek je ook. Laringen, het blijft heel veel langs de kust. Ja, dat sneek dat op Laringen. Oh, ja. Ja, dan zet je gisteren op Ameland. Ja. Hij is niet heel super actief. Nee, maar het is op zich wel een leuk lichtje. Die lucht. Oh, kijk, dat ging wel, maar. Ja, ja. Gaat. Oh. Ja? Heb je? Alsjeblieft. Kunnen we daar niet staan hoor? Moeten we even verder kijken? Nee. Omdat daar links heb je allemaal bomen. Ja, maar dan trekt hij gewoon zo over dat veld heen. Dat is wel zeg maar. Och, ik dacht dat hij meer links zou blijven dan. Nee, druk. Ja, maar als je de wolken lucht kijkt, die gaat wel gewoon. Die hebben andere wolken, die gingen over ons heen. Ja, maar deze lijkt meer zo te trekken. Daarom dacht ik misschien een andere luchtlaag. Kijk, hij valt hier stil. De wind staat zo. Ja. En de buien trekken meer zo. Dus dat zat er toch de onderlaag. Ja. Ja, maar die andere wolken die gingen wel over ons heen. Ja, dat was hier. Dat was dat, dat stuk. Ja, dat is over ons heen gegaan. Ja. Ja. Hey, wacht maar, hopen dat hij daar nou even een paar mooie ladingen kan laten zien. Ja, dat is wel mooi. Hè. Ja, ja. Een kompootje. Komt wel een beetje leuk om. Ja, dat is wel mooi zo. Ja, je ziet hem. Dat kerkje, dat moet maar. Oh, de midden is zwart nu. Oké. Okay. Er staat Wiesje. Ja, en daar trekt hij vol overheen. Nee, ik zag daar. Ja, ik zag daar de flits. Ja, nee, dat is hetzelfde, maar dat ging hij heel lang dus. Volgens mij zag ik nog wat knetteren. Merk wat jij hebt? Ja, merk hem maar eens ook even kijken. Niki? Nee, dat is een statief van mij die is. Oh, dat is één. Ik denk dat hij wel 15 jaar oud is. Dat statief. Dat doet nog prima. En de snelkoppeling al, hè? De quick release play. Zo, moeilijke woorden. Nou, dat is mijn tweede statief die ik heb. Maar ja, dat merk van Sier heeft nou... Het begint er. Zou je de muziek aan hoor? Jij hebt de deur open gehad, hè? Maar zet maar even van het contact af. Nou ja, laat het maar. Ja, kan wel. De sleutel er wel weer in. Hey, wat belicht in de lucht. Maar dat van Sier, dat is nou een ander merk geworden, wel hetzelfde. Ik ben er nou even kwijt. Vanguard? Nee. Vanguard was het toen al. Maar ja, eigenlijk één goede statiefmerk, dat is eigenlijk Manfrotto. Ja. Manfrotto? Ja, dat zijn nog wel. Je hebt nog voor video's statief, heb je nog al? Ja. Ik naam even kwijt. Gewoon voor wij is gewoon mijn foto. Ja. Geen jouw hoeren, maar foto. Ja, ik wil er ook niet. Ja, dat is wel. Deze nou ja, deze wordt nu gebruikt hiervoor. Dus, oh ja. Geef deze zag toen in de aanbieding, volgens mij wist hij toen 125. Nou, dat valt mee. Dus ja, die van mij was ook 120 geloof ik. De camera nu. Ja. We zijn er bijna, dus. Ja, we komen wel even langs. Hallo. Hij rijdt zo heen hoor.
Ja, nu niet. Kijk, hij trekt die kant op, hè? Ja, wel, Belly. Je hebt wel gelijk. Ik denk dat als je daar staat straks, zit je toch wel wat... Alleen de onderste laag zie je dan niet. Nou, het zit licht. Oh. Ja, hij trekt. Je hoort hem rommelen. Dat gek geluid voor weer. Ja. Maar hij is niet heel erg meer. Nee. Twee hij was straks dus, meer actief. Ja. Maar je blijft hopen op die ene, hè? Die ene. Ja. Je blijft hopen op die ene. Ja, dat. Ja, het is echt zo'n, hij is een beetje doodgeslagen. Op Schiphol ook allemaal vertragingen vanwege het onweer. Oké. Okay. Op Schiphol laat je geen ontladingen meer zien hoor. Nee, nu niet meer, maar daar geef je wel overheen. Ja, die kreeg wel een redelijke laag. Als je dit allemaal hebt gehad. Ja, die van Afsteldijk, die doet het nog. En nou is er een eentje bij... Enschede. En oude Middendum. Wist je, helm op. En je bliksemafleiding pak je aan. Dat is Flevol, toch? Oude Middelen met een paar ontladingen, hè? Ja. Richard, ik ben er als just, maar het betekent om die helm op te doen en die bliksemafleiding pakje. En dan midden in Weiland. Onder een boom. Ik ga gewoon op de bankje. Kom eens op een auto, Jannie. Kun je de deur dicht doen? Ja, nee. Dan wordt het warm. Dat is een beetje gek. Oeh, wat een leuke. No. Wat voor een lucht. Wat de fuck als dat er zou zijn? Als dat zou het... Gewoon de hele grond is verschoven voor het IJsselmeer. Maar hij is hier al echt west van ons, hè? Mm-hmm. Ja, er zit nog wel een paar ontladingen op. Hij trekt inderdaad gewoon noord en dan... maar hij is een stukje gesprongen. Maar die verzuring doet het ook wel lekker zijn. Ja. Maar dat kunnen we nooit. Nee, dat gaan we niet redden. Lekker trekken, joh. Trekken. Oh. Even een lusje kijken. Die verderop. Is dit dan een prachtige hoop nu? Drenthe nog mooi zonnig. Ja, laat maar lekker zonnig schijnen. Ja, dat ze hebben Enschede in de buurt. Ja. Kunnen die misschien als die doorontwikkelen die straks pakken. Het westelijke deel van Nederland is de temperatuur inmiddels wat gedaald. En daarmee daalt ook de kans op meer onweer. En de voorspelling was dan ook dat met name het noorden en het noordoosten, dat die nog wat onweer zouden krijgen. Maar ook de oostkant van Nederland sluit ik zelf niet uit. Ontladingen nu in Enschede. En ook in Overijssel, Enschede dus, is het nog behoorlijk warm. Nee, klopt maar Rijk, het is heel moeilijk te voorspellen. Maar het is, de temperaturen liggen wel hoog. Dat is vaak wel, wel een goed teken. Ja, het is wel een leuke oude auto. Maar wel... Kampen, moeilijk. Ja, 66. Ik vind de 33 nog het mooiste. Ik denk dat we zomaar even moeten... Rijden. Ja. 18,7 in Amstelveen, ja, het is goed afgekoeld. Ja. Ja, lekker. Nou ja, met die benauwdheid erbij is het wel lekker inderdaad. Ja, die zijn ook al één lijn geweest, Cor. Dat komt weer naar elkaar toe. Dat zoiets kregen wij ook door.
Nou, ik denk dat hier zo is de... Zwolle ook, drie ontladingjes. Ja, ik denk maar even afsluiten en dan hergroeperen. Ja. Hergroeperen niet, we zijn wel bij elkaar, maar even... Even weer bekijken wat we gaan doen. Ja, die buienradar is niet... Niet te betrouwbaar bij dit soort buien. Het zit nog steeds in de periode van pulsbuien. Het kan snel ontstaan. En het kan ook binnen 10 minuten weer inkakken. Waarschijnlijk trekt buienradar de lijn door van de bui bij Enschede. Dat die daarop reageert. Ja, buienradar vooruitkijken doet dat niet. Nee, die bui, dat werkt nu gewoon niet. En ook buienalarm niet. Die maakt namelijk gebruik van de buienradar data, dus één port nat. Niet om buienradar helemaal de grond in te praten. Wij gebruiken het afgelopen uur om te kijken hoe de buien ontwikkelen. En op basis daarvan... Hij is inderdaad nou achter de bosjes. Ja. De bui is inmiddels naar rechts getrokken, voor ons langs, in noordelijke richting. Wij gaan hem voor nu hier afsluiten. En wij gaan dan even kijken wat we gaan doen. De kans is groot dat wij vandaag weer terugkomen. Dus hou onze pagina goed in de gaten. En dan hopelijk tot straks. Bedankt voor het kijken in ieder geval. En tot later.